was er vroeger eigenlijk altijd al mee bezig. Lekker met vriendinnen een avondje maskers opbrengen, make-up opdoen. Maar ook oefenen op mijn zus en op mijn moeder. In deze 2 jaar van de opleiding ga je eerst beginnen met theorielessen. Engels, Nederlands rekenen zit er natuurlijk bij. En dan ga je eerst cosmetica, hand, nagel, voet. Die sluit je al in het eerste jaar al af. En ook visagie, die sluit je ook al af. En in het eerste en tweede jaar ga je gezichtsbehandeling geven en lichaamsbehandeling. In het eerste jaar is het natuurlijk heel lastig om gelijk te beginnen. Dus je gaat eerst kijken, meekijken bij klanten en schoonmaken. En daarna ga je zelf op klanten oefenen. Goedemorgen. Kan ik helpen? Ja, ik heb een afspraak. En onder welke naam heeft ze Lisa? Jessica. Ja, ik vind eigenlijk alles bijna wel leuk. Maar het leukste vind ik om toch rugmassages te geven. Make-up gaat aanbrengen, is het heel belangrijk om je gezicht helemaal te reinigen? Ik loop stage in een schoonheidssalon. Luca Beauty heet het en het zit in Lekkerkerk. Het examen houdt in dat ik ook theorie-examens ga afleggen. Dat is voor anatomie, fysiologie, pathologie en vaktheorie. En natuurlijk Engels, Nederlands en rekenen. En daarnaast ga je ook nog een gezichtsbehandeling geven op een model en een lichaamsbehandeling. En dat is voor praktijk. Ik oefen ook vaak thuis, omdat je moet toch de volgorde van massages te weten en de gezichtsbehandeling. Dus ook thuis oefenen is ook heel belangrijk. Mijn toekomstdroom is een eigen salon opstarten met workshops ernaast. Als iemand twijfelt om deze opleiding te doen, zal ik vooral mee gaan kijken. Zelf een behandeling ondergaan, zodat je kan zien wat het eigenlijk inhoudt. En dan kan je altijd beslissen of dat je het leuk vindt of niet.